Slotverdorie! Een DVD spelen! Papa, ik heb weer een filmpje kijken, mevrouw. It's a safe! Kluisie erbij! Yo kijkers, mijn naam is Timothy en welkom bij het kanaal Timothy. Ja, vandaag gaan we weer lekker een avontuur beleven. Wat we gaan beleven, ja, dat gaan jullie allemaal zien in deze aflevering. Ik heb hier eerst een lekker ontbijtje voor mezelf liggen. Een brindaatje met een broodje met egg, met peper en zout en een klein beetje mayo. Een lekker appelsapje. En hopelijk gaat dat me goed doen. Gaat dat mijn maagje goed vullen. En gaan er leuke vondsten uitkomen. We gaan John even bellen. Kijken, want als het goed is John in de buurt magneetvissen. En ja, dan gaan we daar gewoon natuurlijk naartoe. We gaan hem eens eventjes video bellen. Johnny boy. Eens even kijken of hij opneemt. Hi Mark. Hoi Johnny boy, waar ben je? Hoe is die? In Schiedam, hè. In Schiedam? Oké, dat is vlakbij mij, maat. Maar een heleboel drills er al uit. Oké. Okay. Dus en, ik zie een pionnetje leggen, noem maar op. En een sekstoortje voor je. Oké. Okay. Hoe moet je even komen? Ja, hé, hey, maat. Weet je wat we gaan doen, kijkers? We gaan gewoon snel naar Johnny Boy toe. John, ik kom eraan. Stuur jij de locatie even door? Zal het doen. Top, man. Ik zie je zo. Tjallas. Hoi. Nou, kijkers, jullie hebben het gehoord. Komen leuke dingen komen eruit. Dus we gaan ontbijtje snel opeten en dan gaan we snel naar Johnny Boy toe. Kijk verder. Zo, kijkers, ja, ik heb even een lekkere warme muts opgedaan, want ik denk dat het buiten hartstikke koud is. En dan gaan we naar Johnny Boy. Maar voordat we naar Johnny Boy gaan, eerst nog even een bakkie. Ja, dat hoort erbij. Zonder een bakkie kan ik de dag niet beginnen. Haba. Haba. En haba. Een lekker melkje erbij. Hop. Lepeltje erin. En let's go. Zo, ik ben nou lekker in de auto aangekomen. We gaan lekker rijden. Want ik wil geen auteursrecht claimen hebben. Ik ga lekker een muziekje luisteren. En dan zie ik jullie als we bij John zijn aangekomen. Daar gaat hij. Zo, kijkers, we zijn aangekomen bij Johnny Boy. Johnny Boy! Hey Timo! Hallo vriend! Hallo vriend! Wat heb je allemaal voor leuks al eruit getoverd? Ja, niet leuk. Oh! Boordje. 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 Gaaf man. Maar speciaal voor jou. Duur hem om je mond, doe hem erin! Hey. Oh, die wil ik helemaal niet in mijn hand hebben. Eeuw. Wat is dat toch? Maar dat is wel leuk. Oh ja, een Jeep sleutel man. Dus ik zoek mijn Jeep nou. Ja man. Waar is mijn Jeep? Laat ik even klikken op die parkeerplaats. Hé, hey, maar dat is van een... weet je wat dit is, maat? Dan moet je zo. Ja! Ja, man. Ja, maar super. Wat we ook hebben, hey. Tim? Yes! Nee, joh. Hij doet het. Die andere ook. Rob, hoor. Nog een keer. Lekker maat, ja, dat is toch weer. Dus we kunnen even lachen zo. Het is toch weer als je. Heb je nog een ballonnetje bij je? Nee, ik heb geen ballon erbij. Ik had laatst nog zo'n mooie ballon aan je gegeven. Ja, waar is die dan? Ja, die heb ik opgeblazen en opgehangen. Want aan die dingen daar doe ik zeker niet aan. Nee man, dat gebruik ik niet, die troep. Een gasfles, dat ga je toch niet gebruiken? Geen gas, dat is lachgas. Ja, lachgas, maar dat ga je toch niet gebruiken? Sowieso, gas ga je niet gebruiken. Gas gebruiken om te koken, weet je. Ja. Net zaten wel twee jongetjes eventjes. Ja? Ja, en die auto's, ja, volop zitten ze hier altijd, joh. Ja, nou, rammen. Magneetje gooien. Haba! Zo, de eerste vondst die is eruit. Ja, dit is wel echt super cool, hè. Een tweeling kinderwagen. Ja, voor een tweeling. Wow. Dit is echt super cool, hè. Nog best wel in top staat, hè. Ja, man. Zo, hé. Haba. Hé, hey,
Johnny boy, voor als we een kluis hebben, maat. Twee kluizen. Een twee kluizenwagen. Geen kinderwagen, maar een kluizenwagen. Ja, dit is echt een super zieke butterfly. Een vlindermes. Die is echt dik, maat. Wow. Die is super dik. Kijk eens even, wat een joekel ook, zeg. Zo. Ik voel me echt heel machtig door zo'n ding gelijk. Zo, wat een eng ding. Dit is echt een eng nekje, hè. Een butterfly knife. Kijk, maar jij kan een trucje, hè. Abba. Super vet, echt. Dit is echt een super dik ding, man. Een mooi vitrine itempie. Abba, hier moet je zeker niet mee op straat gaan lopen. Zo, kijk eens. Ja, ik heb er echt al een hele hoop gekke dingen mogen uittrekken. Zoals jullie hebben gezien in de vorige video's. Zijn jullie hier nou nieuw op mijn kanaal? Ja, ga dan zeker even een playlist van mij aanzetten. Want dan ga je gekke video's zien. Ja, dan is een tent helemaal niks meer. Maar ja, ik vind het best wel bijzonder een tent die eruit komt. Zo. Ja, een tent die eruit komt. Super vet, toch? Maak je ook niet altijd mee als je gaat magneetvissen. Helaas zitten er gaten in, dus je zal niet echt lekker droog liggen. Maar ja, een tent is een tent. Super vet. Slotvertorie! Een DVD spelen! Abba, ik heb weer een filmpje kijken, mevrouw. Ja, super vet, kijk eens. Een DVD speler met het snoertje er nog aan, dus misschien doet hij het nog wel. Kunnen we een mooie waterfilm kijken. Hallo, daar gaat dat ding in de water. Ja, die tent gaat weer het water in. Die gaan we gelijk even aan de kant leggen. Zo, kijk eens. John die riep mij. Timody, Timody. Wat trok je nou net uit? Ja, net trok je er al een, wat is dit? Een batterij van Bosch uit. Een Bosch batterij. Zo, dat is wel super dik, ouwe. Lekker, man. Hele ouwe. Dat is een... Ja, zeg het zelf maar. Nou, dat weet je niet. Compact of zo. Ik denk het wel. Ja, klopt. Maar die accu past daar niet in. Nou, dat is niet... Dat is ook een Bosch accu, hè? Ja. Dus... Nou, ik ga maar editen. Ga jij editen deze video? Wordt een waterige video dan? Ja. Maar het was wel nieuw, maat. Volgens mij is dit een nieuwe laptop geweest, gek. Ja. Kijk dan, ook al die stickers zitten er nog op. Of is dit van het scherm? Ja, dat is van het scherm, dat over het scherm zit. Nou, dus hij was niet nieuw. Nee. Nee, maar kijk dan, er staan ook... Oh, hey, er staan wel allemaal dingen. Wait voor, wacht voor, wachtwoord, enge dingen. De wachtwoorden stonden er gewoon opgeschreven. Zie je dat? Ja. Ja man, super vet. Is dat een beetje op camera ook te zien, de wachtwoorden? Ja toch? Lekker man, wachtwoord. 5 in 1. Lekker Johnny boy. Super dik, dit hoor. We hebben weer wat. Ja man, leuk. Hoppa. Abba, op de stapel. Oh my god. Rambo. Zo, die is super dik man. Wow. Je gaat dik houden met die twee messen al. Zo dan. Ik dacht, voordat ik de metro instap, doe ik nog even mijn mes weggooien. Maar dit is echt weer een super dik dingetje, maat. Ja, hier kan je mee thuiskomen. Leuk voor in de vitrine. 101 ink. Ja man, Rambo mes. Super dik. Wow. Ik wil geen ruzie meer met jou hebben vandaag. Super dik man. We gaan er nou een kluis uit halen. Hada. Lekker man, John. Kogelpuntje, althans een kogel. Ja, jij hebt de broer ervan. De broer ervan? Ja, die is de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk, denk ik. Hè? Dat weet ik niet. Ik denk het wel, maar ja, wat doet die hier in het water? Ja, ja, kan gedumpt zijn. Dat denk ik. Dit is Geco 9mm Luger, dit is gewoon recent. Hé, hey, Luger. Lauw hè, Luger. Alleen dat woord al. Ja. En toen gebeurde het! Yes! Een dikke vette kluis. Ja, helaas was die helemaal leeg. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit wat er nog in de blubber kan drijven. We hebben hem al goed doorzocht. En helaas waren er dieven ons voor geweest bij deze kluis. Maar wie weet ligt er nog een kluis en ligt die wel helemaal vol met sieraden. Dus we gaan zeker doorstrijden. Rammen.
Zo, kijk eens, hij mag in de titel, hè? Een brandweerwagen uit het water. Ja, ja. En nog wel de brandweerwagen van brandweerman Sam. Kijk dit. Wow. Dit is toch super vet. En hij kan nog spuiten ook zo. En dit is... Oh, Bas. Nou ja, ik zei brandweerman Sam. Maar het is brandweerman Bas. Maar wel super cool, hè? Ja. Het is echt wel een collectors item, hoor, dit. Hoppa. Niet zomaar een brandweerwagen. Het is de brandweerwagen van Bas. Hoppa. Lekker maat. Johnny boy. En toen gebeurde het. Een super vette dikke stiletto. Ja, helaas is die helemaal uit elkaar. Hij ziet er nou nog zo mooi uit. Maar kijk maar eens eventjes. Ja, er is niet meer veel van over. Maar ja, hij mag er zeker wezen. Een dikke vette stiletto. Ja, jammer dat hij het niet meer doet, John. Want deze is echt dik. Deze is echt super de super dik. Echt zonde dat hij kapot is. Maar ja. Ik zag wat liggen vanaf de overkant toen ik daar net stond te gooien daar zo. En toen dacht ik dat het zo'n make-up kistje was, weet je niet. Waar er ook wel eens sieraden in kunnen zitten of make-up. Ja, helaas was het weer een stofzuiger. Ja, dus ratten hebben zelfs aan de inhoud lopen knagen. Ik zie allemaal een hele haarbal. Waarschijnlijk hebben daar allemaal lekkere dingen in gezeten. Koekruimokjes en zo. Maar dit is dus die stofzuiger. En zelfs dieven zijn er al geweest. Althans dieven, hè. Een koperboer is er al geweest. Want zelfs het draadje is eruit gehaald. Ja. Maar ja, misschien zit er nou wel een rat in. Is het nou wel een rattenhuis geworden? Ik laat hem netjes staan. Maar we gaan hem wel melden bij de buitenbeentrap. Daar is je weer! Ja, en dat kon u allemaal vroeger beluisteren. Bij natuurlijk de André van Duin Show. En wat had hij dan? Cassettedecks. En wat hebben we nou? Een cassettedek van Sony. Super dik, maar. Ja. Je gaat dik houden. Van de dik van elkaar show, hè? De dik van elkaar show. Zal die het nog doen? Ja, man! Blood, sweat, hardcore! Hebben we even uitgezet. Zo. Ja, dikke vondst, Johnny boy. Die mag er zeker wezen. Hey Tim, de Duitse AT is weer aanwezig. Wat vind jij ervan? Niet mooi. Lekker maat, klasse. Oh, wacht. Ik voel... Ja, daar zit een zender. We moeten die kant op. Lekker man, held. Oh, nou, je mag hem er weer uithalen. Super vet, hé. Kikker man, een Duitse helm. Een Duitse helm. Zo, kijk eens. Ik word echt heerlijk verrast door Johnny Boy nou op dit moment. Kijk maar eens eventjes. Lekker. Dat wordt lekker smullen. Jam. Die zien er super goed uit, maat. Appel? Ja, appel met de nootjes en een beetje poedersuiker. Dit is goed, maat. Hamma. Ramma. Zo, kijk eens. Ja, John had er gewoon 2 raketwerpers uitgehaald. Hoe vet is dit? Ja, dat is wel even schrikken. Het zat in een bek. Hij sneed hem open en toen ging zo hard als een speer. Wow. Ja, die gasten in het zwarte uniform, dat zijn geen normale politieagenten. Dat zijn gasten van de forensische opsporing. Dit zijn de gasten van de EOD. Die komen het explosief ophalen en zullen hem laten exploderen op een veilige plek. Wat een topvondst was dit weer, hè? Kijk eens. Zo, gangsters en gangsterinnetjes, daar zijn we weer hoor, bij een gloednieuwe Timothy's rap-out. Ja, ik heb hem heel snel geschreven. Jammer dat ik er ook niet bij was bij John, want dan had ik die granaten zeker wat scherper in beeld gebracht. Maar voor deze keer, jongen dan. Magneet in het water, dat is een hele enge bro. Weer een toffe video, zeg als Vendelo. Begin te abonneren voor die 10k show. Dan spend ik al mijn money op boxen en influencers en sla ik iemand KO. Is dat maar een droom? En moet ik blijven werken? En mijn kerst even kabel trekken? Maar ik moet het blijven doen voor mijn poen. Wie betaalt anders de huur en mijn snoem? Ja, wie betaalt anders de huur? En in de storm
warm is het koudje. Maar je reactie houdt me warm, ja, Angelique Schouten. En de vissen die we vingen waren niet gaar. Ze waren bijzonder, vraag hem maar een dik muizelaar. Hij kan het je vertellen, ik kan hem voor je bellen. Maar dat is een hoop gerinkel. Thanks voor je reactie, Sjam Rewinkel. En hier is er werk aan de winkel. Want op een dag pak ik alles. Maar voor deze video is het tje 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 tjallas. Tje 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 tjallas.